Fiek van der Rijt, de ontdekking van Elschoten. Dat is een boek wat pas uit is. En achter dat boek zit Fiek van der Rijt. Fiek, waarom dit boek? Ik had er nog wat restjes over. 8 jaar geleden heb ik de biografie van Willem Elschot gepubliceerd. De biografie? Hier is die. Alfons de Ridder uit België. Alfons de Ridder, dat was zijn echte naam. Leven en werken van Alfons de Ridder onder de titel Elschot. En ja, dat heb ik nog zitten lezen. Dat is een echt een goed boek. Het is heel goed ontvangen. Ja. Goed verkocht. Maar ik bleek in de loop der jaren nog zo'n 40 losse stukken over Elschot te hebben geschreven. Ja. Bijdrage aan tijdschriften, inleidingen op boeken, stukken over almanakken, onderzoeken naar Mostert-gedichten van Elschot, dan noem maar op. Veel stukken ook die ik geschreven heb voor mijn eigen blad De God van Nederland. Een literair, cultureel, satirisch, ja, we zeggen kwartaalblad, maar het verschijnt hooguit 2 keer per jaar. Ja, 2 keer per jaar verschijnt het kwartaalblad, ja. Maar goed, ja. Dus ik heb heel veel losse stukken, ook na de biografie, ben ik gewoon doorgegaan met onderzoek van Elschot. En daar schrijf ik af en toe een stukje over. Willem Elschot, Alfons de Ridder, een Belgische schrijver uit de vorige eeuw. Veel mensen zullen wel vergeten zijn, die jeugd zal niet weten wie het is. Waarom fascineert hij jou zo? Het is de beste schrijver die de 20e eeuw heeft opgeleverd in Nederland. Als je hem zal in het Nederlandse taalgebied dan? Ja. Kijk, ik maak geen onderscheid tussen Nederland en België. Of het Nederlands sprekend België. Van oudsher zijn er in Vlaanderen fantastische schrijvers. Louis Paul Boon, om er iemand te noemen. Tom Lanois, maar ook Willem Elschot natuurlijk. En Willem Elschot is eigenlijk de grootheid. Hij is te vergelijken met de Russische meesters. Met name met Tsjechov en Gogol. Maar hij heeft toch niet zo'n enorm oeuvre op zijn naam? Nee, dat heeft Gogol ook niet. Ja. Het is de meester van de korte baan. Hij schreef eigenlijk alleen maar een boek als hij de innerlijke drang daartoe voelde. Hij zei altijd, in kunst moet je niet proberen. Hè? En waar zwangerschap is, daar komt het baren vanzelf, ten gepaste tijden. Met andere woorden, je moet geen schepping proberen. Hè? Je pas... Als de drang zodanig groot is dat je echt iets te melden hebt. Het moet eruit. Ja, het moet eruit. Het moet er echt uit. En dat zie je dus, dat heb ik ook in mijn biografie eigenlijk aangetoond. Dat Elschot eigenlijk altijd een soort directe aanleiding nodig heeft om iets wat al lang in zijn hoofd sluimert naar buiten te brengen. Ja, want eigenlijk was Elschot ook geen fulltime schrijver. Het was gewoon een hobby van hem, zo maar zeggen, bij wijze van spreken. Een hobby is een beetje gestrekt goedkoop. Dat is te weinig. Ja. Maar je kunt wel zeggen, hij was in de eerste plaats zakenman. Ja, waar je zijn boek ook natuurlijk vindt. Hij kwam ook uit een milieu van middenstanders. Zijn vader was bakker op de Keizerlei. Mm. Daar werd een nieuw station gebouwd. Er kwam een nieuwe straat, de Keizerlei getiteld. En hij kocht daar een huis, opende daar een bakkerij. Ja, want die reizigers hebben altijd honger. Nou, dat is geschiedenis, ja. Op zijn 55e, 56e kon hij toen al gaan rentenieren. Dus het zakelijke is hem vanuit huis meegegeven. En na een verpeste middelbare schooltijd en na een moeizame studietijd is hij op een gegeven moment naar het hoger handelsgesticht gegaan. Een soort economische hogeschool. En daar heeft hij zich bekwaamd in Nederlands, Frans, Italiaans, Spaans. Hij sprak al die talen. En verder ook in economie, bedrijfsrekenen, diplomatieke functies had hij kunnen aannemen. Enfin, hij heeft gekozen voor een zaakmansbestaan. Hij heeft zich geworpen op het verkopen van bedrukt papier, uitgeven, van reclamewerken. Dus eigenlijk inspireert jou natuurlijk, want jij bent ook uitgever in rusten. Ik ben uitgever zeer in rusten. Ja, niet alleen maar boeken zelf maken. Maar inderdaad, hij heeft me wel geïnspireerd. De manier waarop hij zaken bedreef, dat is altijd op een geestige en intelligente manier gedaan. En, om het beste voorbeeld te noemen. Hij was gefascineerd door het spoor, ook al doordat het Centraal Station van Antwerpen vlakbij hem in de buurt was. Dat was een kathedraal voor de spoorwegen, ja. Ja, dat werd gebouwd toen hij jong was. Ja. Nou, op een gegeven moment werd België het dichtst bezette spoorweggebied ter wereld, hè, met 234 stations. En die hadden allemaal van die kiosken, waar ze kranten verkochten, sigaren, chocolade, noem maar op. En met zijn pintere kop dacht hij, ja, het is toch zonde dat die zijkanten van die gebouwtjes niet gebruikt worden. Daar kan reclame op. Dus hij heeft de grote man van de spoorwegen aangeschreven van, ik kan ervoor zorgen dat u een geweldige omzet aan die zijkanten maakt. Ik zal bemiddelen voor reclame daarvoor. En hij regelde dan dat hij
33% van de opbrengst van die reclame in eigen zak kon steken. En dat heeft hem fortuinen opgeleverd. Ja, maar hij heeft ook geschreven ook over het zakenleven. Ja, dat is natuurlijk het mooie. Kijk, hij is begonnen als uitgever van de revue Continental Illustré. Dat was een soort tijdschrift waarin men nonnenkloosters bezocht, kleine smederijen, beddenwinkels in hout of in ijzer. Hij kwam niet binnen met zijn compagnon. Dat heeft hij al beschreven als Boerman en meneer Laarmans. Goedemiddag. Uw beddenzaak is door ons uitverkoren door de mannen van het Wereldtijdschrift als de beste beddenzaak in Brussel en waarschijnlijk in heel België. Ja. En het zou ons een eer zijn om een studie aan uw zaak te wijden. Nou, op die manier werden dus die lui op hun ijdelheid ingepakt. Maar het Wereldtijdschrift, dat is niet het tijdschrift die opgericht is, dat staat in zijn boek. Hè? Dat is... Ja, nou die affaire met dat Wereldtijdschrift, die zo'n beetje tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog heeft geduurd, tot 1914, die beschrijft hij later in zijn roman Lijmen, gevolgd door Het Been. Ja. Nou, iedereen die in de wereld van de reclame werkzaam is op deze dag, of iemand die met sponsors magazines werkt, die zou dat boek moeten lezen, want dat is enerzijds dus een beschrijving van hoe die wereld werkt, anderzijds is het ook een keiharde satire op die wereld en op die ijdelheid en op dat geld verdienen dat die bladen allemaal met zich meebrengen. Ja. En welke tijd leefde Willem als schrijver ter herinnering? Welke tijd hij leefde? Ja. Nou, hij is geboren in 1882. Dus hij was toen hij zijn reclamebureau oprichtte, met Wereldtijdschrift was hij 1912, dus dan was hij 30 jaar. En na de oorlog heeft hij al een eigen reclamebureau opgericht en dan pakt hij de zaken nog groter aan. Maar waar bij het Wereldtijdschrift nog een beetje de geur van zwendel was, is dat in het latere leven niet meer zo. Dan is het slimmigheid zoals bij hier. Zijn literaire werk komt eigenlijk uit het tijd tussen de Twee Wereldoorlogen? Nee, al veel eerder. Hij heeft al in 1913 zijn eerste boek gepubliceerd. Dat is Villa de Rose. Nou, ook dus dat is in de periode van het Wereldtijdschrift. Maar dan, ja, dan schrijft hij min of meer zijn memoires over zijn verblijf in een Frans pension in Parijs, hè, de Villa de Rose. En dat is een van de mooiste boeken uit de Nederlandse literatuur, hè, waarin ook Elschot zichzelf weer neerzet als de schandelijke Duitse man Grunewald, die dan het kamermeisje Louise weet te verleiden en dan ook nog met een kind laat zitten. Nou, dat is in een hele lelijke samenvatting in het kort, maar het is een hele mooie ironische beschrijving van zo'n hotelleven, pensionleven in Parijs, hè, met al die verschillende gasten. En op een of andere manier is de zwendel ook voortdurend aanwezig, hè, van de pensionhouder die verse eitjes aanbiedt als originele uit de tuin, maar dan gauw naar de markt gaat, zijn verse eieren inwisselt voor goedkope Italiaanse eieren. Nou, daar begint het al mee. Dat zit er vanaf het begin eigenlijk al in, ja. Ja, Elschot had de mensen door en beschrijft met smakelijke ironie hun handel en wandel. Nou, zijn boeken eigenlijk nog wel te krijgen? Ja, ze zijn altijd goed leverbaar gebleven eigenlijk. Altijd. Het verzameld werk is ook al die jaren in druk gebleven. Op dit moment wordt zijn werk vanuit België uitgegeven, bij uitgeverij Polis. Is te krijgen, maar met name als je geïnteresseerd bent in Elschot, zeg ik altijd, koop nou het verzameld werk via boekwinkeltjes, is dat voor twee tientjes zo te vinden. 750 bladzijden, ja, die kun je in een week lezen en dan... Nee, maar dan ben je gewoon verrijkt. Dan denk je, god, dan heb je een wereld betreden die je niet kende. En daar zit zoveel prachtige ironische vertellingen in. Je wordt er meteen enthousiast van. Een echte... En het grappige is, het is al zo lang geleden geschreven, maar het is actueel tot de dag van vandaag. En zo te lezen, want veel 1920 literatuur uit Nederland is niet meer te lezen door de taalveranderingen. Nee, maar Elschot had zelf als idee van, het is mijn doel om klassiek Nederlands te schrijven, dat ook over 100 jaar nog gelezen kan worden. En daar heeft hij zich aan gehouden. En dat maakt waarom het ook zo leesbaar is. Nou, neem nou de eerste zin van zijn kleine novelle Een ontgoocheling. Dat begint met de zin: de keizer was sigarenfabrikant. Nou, dat is toch voortreffelijk. Er is geen woord Frans bij, hè? En de zuiverheid en de eenvoud van zijn stijl, die is altijd geroemd, ook door bewonderaars als Karel van der Treven, Simon Carmichelt, Bob den Uyl. Nou, dat zijn niet voor niks. De meeste namen die je noemt. Dat zijn niet voor niks ook alle drie leesbare schrijvers gebleven. En die hebben zich eigenlijk altijd opgetrokken aan het werk van Elschot.
Ja. Dus Elschot is inderdaad een klassieker in het Nederlands en mensen moeten hem gaan lezen als ze hem, nog niet gelezen hebben. Mensen moeten niks, maar ja, je hebt veel domme mensen die er niet aan toekomen. Maar iedereen die... Kijk, lezen is ontzettend goed om je eigen intelligentie aan te scherpen. Het is ontzettend goed om je taal en je woordgebruik te verbeteren. En om ook de loze praat van heren politici en dergelijke te doorgronden. Wie Elschot leest, die kan ontzettend lachen om Baudet, om er iets te noemen. Die doorziet die holle frase die de man hanteert. Elschot is gewoon, het is eigenlijk een soort geheimtip voor mensen die het snappen. Ja, handelswijzer in de literatuur, zo moet je het maar zien. Ja, zo is het. Fink van der Leij, dankjewel voor dit gesprek.